Oké, loop. Ik ga je gewoon wat vragen stellen, denk ik. Hoe voel je je? Ja, wel rustig. Hoe komt dat? Omdat ik lekker lang heb geslapen en net Rachel nog heb gehoord dat het allemaal gewoon rustig is. En dat ik vanavond weer naar Rachel toe ga. Ja. Vind je het fijn om daar te zijn? Ja, het is heel fijn om daar te zijn. Maar ook extra fijn nu? Ja, het is heel fijn om samen gewoon helemaal rustig te kunnen zijn en dat je. Dat je een soort weet dat dat gewoon genoeg is om gewoon lekker aan dat kindje te denken en zo. Oké. Ben je nu meer met de bevalling bezig of denk je meer aan andere dingen? Zeg maar zoals vaderschap, verantwoordelijkheid, opvoeden. Ja, het is meer met na de bevalling wat er nu speelt. Maar ik merkte toen er een uur al weeën waren. Ja. Dat ik toen ook wel heel erg aan echt die bevalling zelf zat te denken van zo. Ja, dus, oh ja. Ja, super intens natuurlijk. Ja, ik ga dan gewoon Rachel, die gaat dan heel veel pijn hebben. Dat moet ik dan, dan moet ik helpen. Ja. Ja. Dat is wel leuk. Ja, ik denk dat dat wel. Tenminste, ja. Zo. Heel veel mensen zeggen toch altijd dat het de mooiste dag uit hun leven is, zeg maar. Ik heb het wel eens gehoord. Ja, ik heb het ook wel vaker gehoord. Heb je al een mooiste dag uit je leven? Nu? Ja. Nou, op dit moment zou ik er niet één aan kunnen wijzen, meer een paar. Oké. Oké. Nou, ik ben wel benieuwd of het de mooiste dag van je leven wordt. Ik ook. Ja. En, maar ben je niet, ben je niet bang voor verandering of zo die gaat plaatsvinden? Of denk je dat dat wel meevalt? Nou, niet zozeer de verandering waar ik wel een beetje waar ik bang voor ben, maar meer de verantwoordelijkheid. Dat is toch wel gewoon heftig. Het idee dat je echt voor een mens, zo voel ik me, verantwoordelijker gaat zijn. En dat is een soort van. Intieme verantwoordelijkheid of een praktische verantwoordelijkheid? Nou, ook wel gewoon praktisch hoor. Dan denk ik van ja, dan zit er zo'n kind en dan als je, weet ik veel, als je die luier niet goed verschoont, dan krijgt hij meteen uitslag en, en heeft hij meteen pijn en ja. Dat is wel gek. Ja. Dus als ik mezelf niet goed verzorg, dan loopt het wel los. Vind je? Nou, dan word ik niet meteen ziek. Nee. Maar ja, met een baby valt het ook wel mee. Het is vooral als ze tandjes krijgt natuurlijk. Ja. Ben je jou ergens bang voor ook nu? Of omdat, niet dat je ergens bang voor moet zijn, maar omdat het is toch wel een soort van onzeker. Je weet niet wat er gaat komen, wat het is of zo. Het is heel erg onbekend en dan, ja. Zou er natuurlijk wel iets van je angsten op kunnen spelen? Ja, ik ben niet echt bang voor het kindje dat komt en zo. Nee. Ik vind het wel spannend hoe ik dat dan moet gaan doen, maar voor het kindje zelf, voor de situatie, ben ik niet bang, nee. Wat voor vader word je? Ik hoop een strenge, doch rechtvaardige vader. En ik. Denk daarbij dat streng ook wel meevalt, want ik hoop gewoon ook heel liefdevol te zijn. En dat ben ik ook nu al, dus. Maar ik vind het wel. Ik zou wel graag consequent willen zijn in dingen. Ik vind een paar dingen, zoals niet te veel tv kijken, ook wel belangrijk voor een kind. Om gewoon een goede basis te bieden voor het kind om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Dat hoop ik te kunnen geven. Voel je jezelf nu meer volwassen, nu je weet dat je vader wordt? Nou, ik. Ik voel me meer ouder. Niet per se volwassen, maar ook echt daadwerkelijk ouder.
als in gewoon qua leeftijd. En denk van ja, dan schuif ik gewoon op en dan zit er een kind zit er onder me in leeftijd. Dat is het. Ik voel me niet per se volwassen, want dat heeft meer met gedrag of iets dergelijks te maken. Ja. En daar voel ik niet een verandering. Denk je dat je anders gaat tegen je ouders gaat aankijken? Mijn eigen ouders. Ja, of doe je dat misschien nu al? Ze worden ook opa en oma. Ja, nou, dat is sowieso de afgelopen paar jaar wel veel veranderd. Je krijgt wel een interessant iets in hoeverre zij zich met opvoeding gaan bemoeien en zo. Er is meer dan eens zie ik bij andere mensen dat ja, de rol van opa en oma best een heftige rol kan zijn. Dat ze te veel of te weinig zich met het opvoeden bemoeien. Ja. Of minder aandacht voor hun eigen kind krijgen. Dat zou ik dan dus zijn. Dus ja, dat zie ik wel, maar ik weet niet. Hè. Maar jij wordt nu vader. Ja. Je vader is al vader. Maar denk je niet dat ja, dat je daar iets, dat het anders gaat voelen of zo? Of dat je misschien op een bepaalde manier minder een kind voelt, of om maar iets te noemen, iets in die trant? Ik voel me al niet meer zo heel erg een kind, sinds ik gewoon op mezelf woon, studeer, gewoon wat ouder ben, dat zij uit elkaar zijn. Ja, ik voel ook niet, ik heb ook niet het idee dat zij mij nog als een kind zien, dus dat scheelt ook wel. Ja. Want anders, ja, dus in die zin verandert er niets. Ze denken dat ik nu voor mezelf kan zorgen en ze denken ook dat ik voor een kind kan zorgen. En dat zal straks ook blijken. Ja. Hoe graag wil je dit kind? Nou, voor mij mag het gewoon, mag Rachel nu bellen en dat het geboren wordt. Oké. Okay. Dat is er veel zin in. Ik heb ook geen zin meer om te wachten. Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Gisteren werd er gesproken over dat het niet leuk zou zijn. Of dat het kerstkindje, als het een kerstkindje zou worden, dat dan niet zo leuk zou zijn. Ja. Wat vind je ervan? Ja. Ik vind het vooral niet leuk dat ik dan nog een paar dagen moet wachten. Maar verder maakt het niet uit. Jij vindt jezelf amper kerst. Ik had altijd wel een dag ervoor die verjaardag vieren of Waar kijk je het meest naar uit? En dat hoeft niet per se iets te zijn dat het komende half jaar gaat plaatsvinden, maar gewoon van alles wat met het vaderschap of in me te maken heeft. Ik kijk het meest naar uit als zij lekker op mijn borst kan liggen en dan lekker slaapt. Dat ik dan ook een beetje zo half in slaap dobbel. Dat ze gewoon tegen me aan ligt en dat ik op de bank kan liggen en dat er zo hier een kindje ligt. En die even lekker een beetje aan het dutten of aan het dommelen is en ik ook. Dat lijkt me heerlijk. Ja. Oké. Mooi. Ik zit aan de tijd.